Hallo, Refli hier en we beginnen gelijk met de video. Je hebt nodig verschillende kleuren Tombow markers. We gaan namelijk een soort gekleurde galaxy-achtige achtergrond maken. Dit is mijn favoriete witte pen van Molotov. Je hebt modeling paste nodig en zo'n schrapenmesje. Ik ben even de naam kwijt. Een mooi stencil. En uiteraard een paar kwastjes, verschillende maten. En natuurlijk je favoriete art journal. En wat gaan we dan maken? We gaan deze pagina maken. Een lekker kleurrijke art journal pagina. Begin met een lege bladzijde uiteraard. Ik heb even mijn potlood erbij gepakt, want ik maak een cirkel in het midden van de pagina. Ik wil daar namelijk mijn journaling, en dit keer is het een quote, wil ik erin schrijven. En ik doe dat alvast met potlood, omdat ik straks dat waarschijnlijk met een kwastje of een Posca-pen wil gaan overtrekken. En ik wil even zeker weten dat mijn quote helemaal in de cirkel past. En ik was namelijk bang, als ik nu eerst de achtergrond ga maken, dan moet ik weer wachten tot het droog is, voordat ik in mijn cirkel kan schrijven. En zoals je weet, ben ik ontzettend ongeduldig. Dus ik dacht, weet je wat, ik schrijf het gewoon alvast in mijn cirkel, zodat ik zeker weet dat het gaat passen. En dit is echt een van mijn favoriete quotes. Just like moons and like suns with the certainty of tides. Just like hopes springing high, still I'll rise. En volgens mij is die van Maya Angelou. Ik weet niet zo goed hoe ik haar achternaam uitspreek. Weet ik niet 100% zeker, maar volgens mij wel. Ik ben het in ieder geval vergeten op te schrijven. Dus ondertussen heb je nu mooi alvast je quote in je cirkel geschreven. En dan gaan we daarna verder met het maken van de achtergrond. En wat heb je daarvoor nodig? Je gaat je verschillende Tombow markers pakken. En ik wilde een beetje een galaxy-achtige lookalike. En net als mijn vorige video met de Tombow markers, ga ik niet heel erg nadenken waar ik mijn kleuren neerzet. En zoals je ook nog eens een keer kan zien, doe ik het ook nog eens heel erg slordig. Dat kan namelijk gewoon met die Tombow markers. Want op het moment dat je water gaat toevoegen, krijg je een hele mooie menging van die kleuren. Dus dat is helemaal prima. Zoals je ziet bij dat roze, ik ga ook een beetje over dat geel heen, zodat ik weer een beetje een menging krijg van het geel en het roze. En zo pak je alle kleuren die je leuk vindt om als achtergrond te gebruiken. Als je het te druk vindt worden, kan je natuurlijk ook voor maar 4 of 5 kleuren kiezen. Maar goed, mij is het nooit gek genoeg. Dus ik heb volgens mij zo'n beetje al mijn Tombow markers die ik heb gebruikt om deze achtergrond te maken. En wat ik vooral super leuk vind, dat zie je hier ook gebeuren bij het roze en het blauw. Als dat overlapt, krijg je echt hele mooie paarse kleuren. En de grap is, ik heb volgens mij helemaal geen paarse Tombow markers. Dus daarom vind ik het dan extra leuk om een bepaald effect te creëren door de markers een beetje door elkaar over te laten lopen. Nou, hier ga ik wel echt met heel veel kleurtjes in één keer werken. Helemaal prima. We pakken het water erbij en je gaat mengen. En je ziet gelijk al hoe ontzettend reactief die Tombow markers zijn met water. Want ik voeg nog maar een heel klein beetje toe voor mijn gevoel. En het loopt gelijk al in elkaar over. Dus als je dat lastig vindt, zou ik daar echt vooral lekker mee oefenen. Ik maak dus wel elke keer tussendoor mijn kwastje ook schoon. Dat zie je niet, bijna niet. De video is natuurlijk versneld. Kijk, hier zie je een beetje dat paarse effect komen. Maar waarom maak ik nou ook keer mijn kwastje schoon? Anders heb je straks alleen maar een soort modderkleur, omdat echt alles in elkaar gaat overlopen. En hieronder zie je ook, ja, dat wordt allemaal een beetje te gek. Ik heb echt te veel kleuren tegelijkertijd willen gebruiken. Dan wordt het een beetje een zootje, een schuitje. Nou ja, dat weet je dan ook weer. Het volgende onderdeel, dat is heel belangrijk, moet je gaan doen terwijl je Tombow markers nog nat zijn. Dus ik leg mijn stencil op de natte ondergrond. En daar probeer ik de modeling paste overheen te smeren. Let wel op dat je, palletknife heet dat ding, dat je palletknife ook gewoon vies wordt op het moment dat je je modeling paste eroverheen smeert. Hier zie ik echt dat ik denk, oh, dit gaat helemaal fout jongens, wordt helemaal geen mooie kleur. Maar uiteindelijk droogt het wel heel erg mooi op. Dus soms moet je ook maar gewoon doorgaan met waar je mee bezig was. En halverwege denk je dan, oh shit, dit gaat echt niet goed.
En terwijl je toch gewoon verder gaat, komt het uiteindelijk goed. Nou, hier zit ik ook gewoon dwars over mijn journaling, die modelingpaste te smeren. Kortom, het is vandaag een dag dat ik er een beetje een zootje van maak. Maar goed, who cares? Gewoon lekker doorgaan en dan maar hopen dat het resultaat enigszins een beetje grappig wordt. Ik probeer zoveel mogelijk de achtergrond te bedekken met mijn modeling paste. Zodat je nog wel de kleuren er doorheen ziet. Maar dat je toch ook wel duidelijk de modeling paste ziet. Nu is het helemaal droog. En hier maak ik een kapitale fout door te denken dat ik met mijn Tombow marker over modeling paste en verf heen kan gaan. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Dan verknal je gewoon je punt. Dus ik heb maar even gauw zo'n crayon gepakt. Zo'n Neocolor is dat. Want die kan je gewoon afvegen en dan werkt het gewoon nog. Ik probeer met een kwastje nog een heel klein beetje het randje nat te maken. En dan kan je daarna verder gaan met het schrijven van je titel. En ik heb gekozen voor mijn Posca pennen. Omdat ik weet dat ik links, en dat zie je ook, best wel gevlekt heb. En er zit modeling paste op. In ieder geval, het is geen mooie gladde, ik was opeens dat armbandje zat, zag je dat? Er was geen mooie gladde ondergrond. En als je dan probeert met waterverf te schrijven of met andere pennen te schrijven, dan wordt dat best heel lastig, omdat je gewoon niet goed over zo'n rommelige ondergrond kan schrijven. Maar hey, die Posca pennen, die schrijven echt overal op. Dus ik heb een paarse uitgekozen, omdat ik dacht, nou, ik zie eigenlijk nog best wat weinig paars in mijn achtergrond. Dus ik dacht, weet je wat, ik kies gewoon lekker een paarse Posca pen. En wat het leuke is van deze pennen, is dat ze dus in zoveel verschillende kleuren voorkomen. Je moet wel even opletten welke je gebruikt. Want deze die ik nu gebruik is de Bullet Shaped. En die Bullet Shaped heeft een soort plastic puntje. Het is ook een smallere pen, zeg maar. En door dat plastieke puntje kan je dus echt over al die ondergronden heen schrijven. Koop je die wat dikker, met ja, meer een soort viltstiftachtige punt, dan krijg je dus hetzelfde wat je ook met je Tombow markers hebt. Als je over iets heen gaat wat een beetje ruw is aan de ondergrond, dan verpest je eigenlijk de punt van je pen. Dan verpest je de punt van je pen. En dat is hartstikke zonde, want meestal kan je hem daarna niet zo goed meer gebruiken als waar je hem voor zou willen gebruiken. Nou, twee woorden die wil ik even wat meer naar boven laten komen. Of hoe zeg je dat? Wat meer eruit laten springen. En dat is moons en dat is rijs. En dat doe ik simpelweg door gewoon een lijntje aan de letters toe te voegen. Ik ben geen handlettering artist. Ik weet serieus niet wat ik doe, waar schaduwen horen. Ik doe maar gewoon wat. En dat, sorry, dat vind ik het fijnste aan creëren. Dat je gewoon je eigen gang kan gaan. Dat het niet hoeft zoals het hoort. Want daar word ik zo ontzettend moe van als iemand mij zou vertellen, nou, die klopt niet helemaal, want dat lijntje zit niet helemaal goed. Nou, dan ben ik eigenlijk gewoon gelijk helemaal klaar ermee. Ik wil gewoon maken wat ik wil maken en ik wil er niet over nadenken of iets klopt of dat iets is zoals het hoort. Nou, dan gaan we nu alweer de details toevoegen van deze pagina. Dit gaat toch echt super snel, jongens. Pak nou je favoriete witte pen. En de pen die ik nu gebruik is van het merk, even kijken hoor, hoe heet het ook weer? Oh ja, Molotov, kan ik dat maar vergeten. Dat merk is Molotov en het is een One for All acrylic pen. En mijn ervaring is met deze pen, dat die gelijk heel mooi witte inkt geeft. Je hebt natuurlijk ook witte Posca pennen, maar bij mij op de een of andere manier blijft dat een beetje een soort licht wit, doorschijnend wit. Moet je 1000 keer schudden, moet je elke keer die punt indrukken en dan komt er weer een hele blob uit. Dus ik ben dus een beetje op onderzoek uitgegaan. Ik vind de Uniball Signal pennen ook heel erg fijn. Alleen een nadeel daarvan vind ik, als je hem een tijdje niet gebruikt hebt, hop, zit die punt weer verstopt. Kan je hem weggooien, kan je weer nieuwe kopen. Vind ik heel erg zonde van mijn geld. Jullie ook, neem ik aan. Nou, wat ik nu doe met deze witte Molotov pen, ik voeg een soort sterretjes en stipjes en streepjes toe om mijn achtergrond toch wat meer als een galaxy-achtige lookalike te maken. En dat is echt super leuk om gewoon met zo'n witte pen te doen. Wat je ook had kunnen doen, zijn we nou een beetje te laat mee, is dat je resist had kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld van Liquitex. Dat heet Fluid Masking. Nee, Masking Fluid. En dat gebruik je eigenlijk onder je ondergrond. Dus dat moet je als allereerste op je pagina plakken.
nou ja, ik zeg op je pagina plakken. Ik bedoel natuurlijk smeren, zeg maar. Dus stel dat jij denkt, ik vind het leuk om die sterretjes echt super wit als een soort achtergrond tevoorschijn te laten komen. Dan zou je dat met masking fluid kunnen doen. Ik heb daar volgens mij ook al een videootje van op YouTube staan. En anders sowieso in een van mijn online workshops kan je dat ook terugvinden, die techniek. En dat is super leuk om te doen en dat vergt wel wat meer tijd, want dat moet echt heel goed drogen voordat je verder kan gaan. Dus ja, dat kan je eigenlijk alleen maar doen als je natuurlijk genoeg tijd hebt om het te doen. Nou, als laatste voeg ik nog heel veel stipjes toe aan die blauwe cirkel die ik gemaakt heb. Zoals je ziet schrijft deze pen dus ook over alle ondergronden, want dat blauwe, dat is weer van die Neo Color. En ik schrijf over de modeling paste en ik schrijf over de opgedroogde Tombow markers. Het kan gewoon allemaal. Misschien dat je af en toe tussendoor je punt wel even schoon moet maken. Maar goed, ik vind dat hij eigenlijk wel hartstikke goed wit schrijft, zeg maar. Dat je de wit echt heel erg goed ziet. Als allerlaatste probeer ik de gum weg te gummen van de quote die ik geschreven heb. Dat moet je echt doen als het helemaal droog is, anders gum je echt gewoon alles door elkaar, dat snap je. Dan ga je ontzettend vlekken. We zijn alweer aan het einde gekomen. Super bedankt voor het kijken. Als je het helemaal tot hier volgehouden hebt, echt duimpjes voor jou. Dankjewel en tot volgende week.